Zijn dit dezelfde die wij woensdag ook geproefd hebben? In Breda spreken we met vegetarische slager Jaap Korteweg. Oké. Jaap proeft vandaag nieuw ontwikkelde vegetarische producten. Dit zijn kipnuggets. Deze zijn nog niet in de winkel te krijgen. We zijn deze aan het ontwikkelen. Maar we hopen over een aantal maanden wel. Wat nu ook heel veel gebeurt, is de toepassing van onze producten in bijvoorbeeld in maaltijden, in salades. En dat is nu ook een grote ontwikkeling. We zijn groot geworden in het vak van het vegetarische vlees in de supermarkt. Maar nu zien we dat we in alle andere schappen dat we ook groeien. En dat ieder product waar vlees in zit, dat er ook een vegetarische plantaardige variant naast komt. Met het plantaardige vlees dan. Bijvoorbeeld een saucijzenbroodje, een satébroodje, een frikandelbroodje. Een bapao, nou ja, noem maar op. Er is iets meer olie toegevoegd. Ja, iets meer vet. We zijn ook nog bezig om met de beta en de coat van het beter de adhesie beter te krijgen. Mm-hmm. Misschien dat je me nog een beetje aftrekt. Dit is de basis voor onze kip. Het is een vleesstructuur die we maken van hetgeen waar je normaal kippen mee voert. Dus in dit geval soja. Dat is eigenlijk 100% soja en water. Als je dat in een proces doet met de juiste temperatuur en beweging en druk, dan ontstaat er een structuur, een vezelstructuur die vergelijkbaar is met vlees. 10 jaar geleden begonnen met een heel klein clubje. Met een vleestechnoloog, met een goede chef. Met iemand die verstand heeft van communicatie en marketing. Met een klein winkeltje in Den Haag. Om op een ambachtelijke manier vegetarisch vlees te maken. Een vegetarische slager. Onze eerste klant was de beste slager van Nederland. Echt mensen die verstand hebben van goed vlees. Die zeiden, wat jullie doen is bijzonder. En dat heeft ervoor gezorgd dat we heel hard gegroeid zijn. 50% per jaar, meer. Dus van dat kleine winkeltje hebben we nu een omzet dit jaar van pakweg 25 miljoen. Nu hebben we met het plantaardige vlees ongeveer 3% van de vleesmarkt. Ik denk dat we in 10 jaar toe kunnen groeien naar 10, 15%, 20% van de vleesmarkt. En dat is voor mijn gevoel een kantelpunt. Dan zijn we concurrerend met goedkoop vlees. In essentie is plantaardig vlees goedkoper. Je hebt veel minder grondstoffen nodig. Veel minder land, water, energie. En dat is een kantelpunt voor mijn gevoel. Daarna kan het in nog eens 15 jaar kunnen we toegroeien naar 80% van de vleesmarkt. Dus dat over 25 jaar 80% van de vleesproducten die we eten plantaardig zal zijn. Ja, de rookworst. We zijn er al zo'n 8 jaar mee bezig, echt vanaf het begin. En we hadden verwacht dat die al lang op de markt zou zijn, maar het is niet zo eenvoudig. Om precies die goede bite te krijgen, die knak, we gaan het proeven. Kijk, als je erin knijpt, dan zie je dat vet eruit komt, dat vocht. En dat geeft die sappigheid. Maar dat mag nog iets meer, dus dat is de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Om zonder veel vet te gebruiken, om toch wel die smaakbeleving te hebben van een sappige worst. Ja, het bijzondere van een rookworst is natuurlijk die bite, hè, die knak. En die sappigheid en die malsheid van die structuur in die worst. Hè, dat doorheen bijten, dat je dat voelt. Nou, die knak hebben we wel goed te pakken, denk ik. Hij mag nog sappiger. Hij mag zeker sappiger, ja. Dus daar gaan we.